Heeft u schade aan een graf? Nee, maar ik ken toevallig wel iemand die wel schade heeft en niet al genoeg voor zijn kiezen gehad, vind ik. Hoort er niet bij. Nee, zeker niet bij die kindjes. Die kindergraven. Nee, ja, moet ze afblijven. Twee jongens van 7 en 8 jaar hebben woensdagavond beeltjes en vazen bij 50 graven vernield op het kerkhof van Liesel. De grafzuilen raakten niet beschadigd. Het tweetal werd door een fietsende passant op heterdraad betrapt. De getuige hoorde geluiden vanaf het kerkhof en toen hij ging kijken zag hij twee kinderen vernielingen aanbrengen. Daarop waarschuwde hij de politie. Donderdagochtend was het drukker dan ooit op het kerkhof. Veel dorpelingen kwamen kijken of zij ook schade hadden. Dat leek mee te vallen. Nee, eigenlijk valt het wel mee. Het is meer de stukjes die erop liggen, als wel de zerken. Ik heb alleen een ketting, die is losgegaan, die heb ik weer vastgezet. Anders heb ik helemaal geen schade meer. De kapotte beeldjes, kaarsen, engeltjes en potjes met bloemen waren door de schoonmaakploeg, die toevallig donderdag toch aan het werk zou gaan, al opgeruimd. Over de hele begraafplaats, inclusief de plek waar de kindergrafjes zijn gelegen, zijn vernielingen gepleegd. De geëmotioneerde moeders van de twee jonge daders zijn al bij pastoor Van Eert geweest om hun excuses aan te bieden. Volgens Van Eert vinden zij het heel erg wat hun kinderen gedaan hebben. De politie heeft inmiddels contact met de ouders en de school van de jongens. Straf vind ik niet zo belangrijk. Ze moeten gewoon op zijn punten gewezen worden dat ze dat nooit moeten doen. Ik denk dat ze de ouders een beetje aansprakelijk moeten stellen. Dat die toch en de kinderen ook echt goed aanpakken dat ze in het vervolg dat niet meer gaan doen. Dat is triest voor degenen die het treffen, vind ik.